Het ministerie van Defensie kan volgens minister Krishna Kumari Mathura geen mededelingen doen over een lopend onderzoek en of een reeds ingestelde vervolging. Volgens de bewindsvrouwen is het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Volgens Mathura is een speciaal team bestaande uit politieambtenaren en leden van de militaire politie onder leiding van het Openbaar Ministerie belast met het onderzoek van de gestolen wapens en munitie van het Nationaal Leger uit de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse. En daar kan de uitvoerende macht zich niet mee inlaten ter voorkoming van het schaden van het belang. Inlichtingen en informatie die kunnen leiden tot oplossing van de zaak of tot het vinden van de wapens worden doorgeleid naar het team, zegt de bewindsvrouw.